Welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 114. Terug uit Blackpool. Carnaval voor de boeg komend weekend. Dus het is een druk maandje. ja, daar zijn we weer. En we hebben weer van alles bij elkaar gezocht voor jou om te laten zien. Zullen we met het grootste beginnen? Ja, doe maar. Als je het zoekt, we zitten hier achter deze, dit grote vel. Nou, je kan zien wat dit is. Dit is een uncut bicycle sheet. Oftewel, ja, dit is een kaartspel. Zo worden kaartspellen gemaakt in de fabriek, in de United States Playing Card Company. Ze worden bedrukt. Ze worden voorzien van een landslaagje. Dan van de linen finish. Dus gaan ze erom alles waar de patroon in de kaarten komt. En net voordat ze dan gesneden worden, hebben ze deze bellen eruit gehaald. Dus heel cool, dus voor bijvoorbeeld in een fotolijst, of kijk deze kant of deze kant. Of je knipt er zelf stroken van en doet ze om en om in een fotolijst. Zie je er wel gimmicks uit aan, hè? Zeg dat denken, als je handig bent en je wil de vier hoeken van een kaart binnen of buiten aan. Ja, een soort van mismade kaart. Ja. Met kaart. In principe kan dat ook. En dan zit ik toevallig aan iets raars te denken, stel voor je pakt hier een grote bicycle rug op. Ik heb hier jouw kaart, dan draai je maar een 52-to-1 jumbo formaat. Ja, dus dit is echt gewoon een echt bicycle kaartspel, alleen nog niet gesneden. Als je dat soort dingen leuk vindt, we hebben ze voor je. Voor de prijs van €17,95. Enkel met een rode rug. Dus niet met een blauwe rug. Dus geen truc vandaag, maar wel een hele decoratieve versie van een kaartspel. We hopen dat het blijft staan, buiten beeld. €17,95. Bicycle Poker Uncut Sheet heet dat. Jazeker. Nou hebben we, moet ik even zeggen, ook in Blackpool toch wat geld uitgegeven. Een halve week dacht ik zo, het geld is gewoon op. Ja, echt. En toen dacht ik, weet je wat, ik moet iets bedenken om geld te vermenigvuldigen. Nou, dit is niet echt een truc om mee te gaan menigvuldigen, maar ik zal je even laten zien wat ik bedoel. Kijk, stel voor, er hoort ook een soort verhaaltje bij, want ik was laatst bij een show van de goochelaar. En die deed een truc met 1, 2, 3, 4, 5, 6 biljetten voor €10. Wat deed die pas de beste man? Hij haalde er 1, 2, 3, haalde hij er weg, knipte hij in zijn vingers, dat had die beste man weer. 1, 2, 3, 4, wel eerlijk, 5, 6 biljetten van €10. Dus het wordt er eigenlijk meer. Ik denk, hè? Ik na de voorstelling naar die man toe, ik zeg, wacht even. Jij deed straks een truc met 6 biljetten. Zegt hij, ho, ik weet wat jij bedoelt. Jij bedoelt de truc met de 1, 2, 3, 4, 5, 6 biljetten. Ik haalde er waarschijnlijk 1, 2, 3 weg. Ik knipte in mijn vingers. Dan had ik er 1, 2, 3, 4, zijn nieuw biljet, 5, 6 over. Die bedoel ik. Oh, zegt hij, dat is wel simpel. Loop je er buiten, de hoek om rechts, goochelwinkel. En dan vraag je naar de truc met de 6 biljetten. Ik zeg, echt? Ja, dan kun je dat kopen. Heb ik hem ook gekocht. Oh, serieus? Ik naar buiten. Om de hoek, goochelwinkel, aangeklopt. De deur ging open. Ik zeg, ik ben hier naartoe gestuurd door een goochelaar in het theater. En die had een truc met 6 biljetten. Zegt die man, stop, ik weet wat jij bedoelt. Jij bedoelt waarschijnlijk een truc met de 1, 2, 3, 4, 5, 6 biljetten. Waarvan hij er waarschijnlijk 1, 2, eerlijk, 2, 3 wegnam. Toen knipte hij in zijn vingers. En toen had hij weer opnieuw 1, 2, 3, 4, 5, 6 biljetten. Ik zeg, die wil ik hebben. Nou, zegt hij, €15. Heel makkelijk. Ik zeg, echt? Ja, nou, doe maar. Dus ik kreeg de verpakking bij. Ik zal laten zien, ik heb hier nog liggen. Ik kreeg de verpakking gewoon erbij. Ik zeg, fantastisch. Nou, hoe werkt dit? Oh, dat is heel simpel. Je hoeft niet te oefenen. Gewoon het biljet laten zien, vingers knippen en dan werkt het. Nou, dat vond ik wel een beetje een vreemde verklaring. Maar ik denk, de mensen hebben verstand van waarschijnlijk in de goochelwinkel. Ik naar huis. Pakje opengemaakt. Voor de spiegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biljetten. 1, 2, 3 haak ik er weg. En dan heb je 1, 2, 1, 2, 3. En toen had ik het idee dat niet iedereen kon goochelen. Dat het allemaal vanzelf ging. Dus dat ik ergens bij de neus was genomen. Maar ondertussen, kijk, hoeveel biljetten zijn dit geworden? Een heleboel. Nou, het verhaaltje is gewoon een leuk verhaaltje. Eigenlijk een beetje het standaard verhaaltje van de Six Bill Repeat. Op verzoek hebben we deze weer gemaakt. In 10 euro versie.
Hij komt binnenkort ook in 50 euro versie. Krijgt compleet met de biljetten. Het zijn imitatiebiljetten. Belangrijk, staat er ook op. Facsimile. Achterkant ook, facsimile. Ja. Makkelijk te doen. Entertainment effect. Je kan ze ook gewoon laten dwarrelen. Deze biljetten waren gloednieuw. We hebben ze uit de verpakking gehaald. Dus het bladerde nog wat. Of bladerde, dus je kon ze nog moeilijk verschuiven. Geen ruw glad. Geen plakkaart of wat dan ook. Plakkaarten, plakken, biljetten. Schitterend gemaakt, al zeggen we het zelf. Voor de prijs van, ik heb het al gezegd in het verhaaltje, 15 euro. Ja, een 6 bill repeat. Dus je kunt hem bestellen en anders kom je naar de winkel en dan vraag je gewoon die truc met die 1, biljetten. 2, 3, 4, 5, 7. Ja. Ja, ik vind het een leuk ding. Ja, ik ook. Leuk ding. Yes. Dan heb ik hier nog iets moois, René. Ik heb hier twee doosjes. Met hele mooie bekers. Dit is de eerste set. Ze klinken mooi. Mooie balletjes erbij. Zo, hoezo glimmend, hè? Ja. Hey, wat een poepoe. Wat een gewicht, hè? Ja. Dat is de eerste set. En dan heb ik hier nog een hele zeker, mooie. Hoor. Misschien nog een kilo bij elkaar. Kijk eens. Balletjes even erbij doen. Ja, ze zijn gewoon mooi gemaakt. Ja, zeker. Ook mooie balletjes. Gelijk een beetje zien. Ja, je hebt dus de, ze noemen het de polished version. Koper zijn ze allemaal van gemaakt. Dus de gepolijst, oftewel de hoogglimmend opgepoetste versie. Yes. Ik zie mezelf erin, ik zie Leon erin. En de rest van de winkel omdat hij mijn bol is. Ja, mooi. En nog eens heel zwaar. Je kan daar alle standaard cups en bowls routines mee doen. Ja. Mooi uitgebalanceerd. Ja, die zijn ook mooi. Beetje patina-achtig. Nou, patina niet, maar een beetje gebruikt, weet je ook. Alsof het al 100 jaar in je woonkamer staat, dat je dat dicht opgepoetst is. Ik zie allemaal die oude mensen met die koperen keteltjes en fluitketeltjes en vaasjes. Het ziet er ook zeg maar, zo uit, de afwerking. Mooi. Hoe kost zo'n setje? Ik dacht 100. Je hebt de prijs, sorry. Ik dacht 100. Nee. 165. 165, ja, sorry. Ja, ja. Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind ook de doosjes wat erin zitten heel mooi. Ik zak je eruit hier naar beneden. Zo. Stel voor de mensen thuis die zitten nog te denken, ik vind het nou zo'n mooi setje. Welk setje moet ik kiezen? Ja. Dus misschien is het nou leuk om even te zeggen, René, wat vind jij nou een mooi setje? Ik zou deze kiezen. Ik zou deze kiezen, persoonlijk. Ja. Waarom zou je die kiezen? Ja, persoonlijke aanzien, deze vind ik mooier. Dus het is echt wat je zelf het mooiste vindt. Ik denk ook dat je dat deze moet je wel regelmatig oppoetsen, denk ik, om ze zo te houden als dat ze nu zijn. Die kopen mensen omdat ze er gebruikt uit moeten zien. Dus ze wordt alleen maar mooier waarschijnlijk. Denk ik niet? Ja. Dus ik denk dat er minder onderhoud in is qua als je wil dat ze er gebruikt uitzien. Ja, en nog iets, zonder te veel te vertellen, stel voor ik moet die bekers laden, bewijzen van. Ja. Dan ben ik zeker dat je hier nooit niks ziet. Ja, daar ook niet. Ja, oké. Dit is een beetje een spiegel, zeg maar. Ja. Ja, ben met je eens. Binnenkant ook dan. Ja, binnenkant is wel matter. Ja. Ja, ik vind het inderdaad heel mooi. Gewoon uitgebracht door Murphy's Magic. Schitterend gemaakt. Hey, eigenlijk zitten er geen routines bij. Maar. We zijn de flauwste die het voeren. Wij doen. Dit boekje wat we losverkopen voor, ik dacht, 7,50. Ja. Op de website kun je gewoon bestellen, ook als je het niet hebt nog. Doen wij er als download bij. Dus je hebt heel veel pagina's in het Nederlands, vol met routines. Met zowel deze set als met een chopcup combo. Dat is geen chopcup combo, maar dan heb je eigenlijk alles wat je met bekers kunt doen als instructies. Dus die krijg je erbij van ons als een download PDF. Ja, heel mooi. Ja. Leuk, kun je hier eentje in inzetten. Heel erg mooi. Ja. Yes. Hey, ga je wel eens naar de film? Nee. Oh shit. Kijk je televisie wel films? Ik kijk nooit films. Ik kijk nooit tv. Ik kijk nooit tv, oké. Okay. Geen tijd voor, ik ben altijd googelen. Oké. Okay. Ja, dat kan. Ik kijk wel vaker films. Ik heb hier allemaal filmnamen. Jaws ken ik wel. Kill Bill ken ik ook. Zag je het wel. Hannibal ken ik ook wel. Leon! Dat is volgens mij een Franse film. Of niet? Ja, ik heb het ook gezien. De Matrix, ik heb het al bekend. Er zit echt werkelijk van alles tussen. ik zou je willen vragen om daar één kaart ergens uit te pakken. Heb je er eentje? Ja. Oké.
Ja, bij wezen, je kan gewoon zelf alles kiezen wat je wil. Het zijn allemaal verschillende films. Mm-hmm. En ik zou willen vragen om even aan de film te denken, aan de naam van de film. Moet je even de camera laten zien trouwens? Die mag dadelijk wel. Dan heb ik niks echt niet zien. Oeh, is wel een interessante film. Een oude film ook wel. Heb jij het wel Psycho? Jazeker. Echt? Ja. Laat even de camera zien. Psycho. Kijk, de kaart is niet gemerkt aan de achterzijde, zodat je kunt zien. Want ik heb ook niet gekeken trouwens wat hij pakte. Dus je hebt allemaal verschillende films en jij kiest daaruit Psycho. Dat is toch wel wonderbaarlijk, niet? Mm-hmm. Daar ga ik meteen terug. Hé, we pakken even een ding erbij, een pen en papier. Want we kunnen nog iets anders. Ik maak even een voorspelling. Eetje neer. Ik heb hier deze kaarten allemaal verschillende films, zoals je ziet. Je mag zelf gewoon ook verder gaan delen en je mag stoppen waar je zelf wilt. Gewoon met het beeld omhoog, dat mag je zelf stoppen waar je wilt. Voordat de kaarten op zijn. Stop hier. Jij stopt hier. Oké. Okay. Deze heb ik al gezien, dus die pakken we nu in Black Swan. Welke film heb jij als de kaart die het volgende ligt, dat wordt jouw keuze. Leg hem even hierop, wat idee. Okay, wat had je gekozen als je de vorige film had gepakt? Leon. Weer Leon, oké, dat is toevallig. Wat grappig. Maar jij hebt je niet gekozen. Het was grappig als je die gekozen had eigenlijk, maar oké. Enige idee wat jij gekozen hebt? Nee, die kaart. Die kaart. En welke film is dat? Rear Window. Rear Window. Ik heb hem niet gezien. Ik ken het niet. Zeg maar. Maar ik wist wel dat je hem zou kiezen. Mooi. Dat is toch raar, niet? Ik vind het wel bijzonder. Ja, dit is Cinemental. Als we die in de winkel laten zien, zijn mensen al blij verrast. Ik vind het ook een erg leuk dingetje qua het idee. Het is anders dan gewoon speelkaarten. Ja. Is het moeilijk? Nee. Het is wel handig als je je er even in verdiept. Ja. Want je hebt de keuze uit een heleboel films, dus het is wel handig om te weten welke films er tussen zitten, anders kun je ze niet voorspellen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus je moet wel een beetje weten wat erin zit, je hoeft niet als van buiten te knallen, maar je moet wel een beetje weten wat erin zit. En voor de rest, de techniek achter de truc, ja, als we de term zelfwerkend mogen gebruiken, ja, is het wel van toepassing. Je kunt het voor één persoon, twee of drie personen ja, doen. Ja. Het zijn mooie duidelijke kaarten, al mooi netjes gemaakt, helemaal niks mis mee. Voor de prijs van 38,50 dan krijg je alles wat je het hele kaartspel zit er maar hier al netjes in, zie, al die kaarten. Met video, online video instructies, een leuke verpakking, een bijpassende verpakking. Cinemental, ja. €38,50. Dan komen we even terug op Cinemental, want ik heb de routine een beetje gewijzigd en dat heb ik nu weer in de gaten gehad dat het niet meer strookte met wat de originele routine is. Mm-hmm. In het eerste deel zag je dat Leon een kaart pakte en ik wist welke kaart het was. Dat kan ook zo, anders hadden we het niet gedaan. Mm-hmm. Officieel, volgens de instructies, is het zo dat de toeschouwer, ja, al die films zien zeg maar. De toeschouwer mag een stapeltje af. We doen nu de truc, maar laten we zien wat hij deed. Hij mag dit bekijken. Mm-hmm. Dan mag hij al die kaarten schudden, door elkaar schudden, en dan ga ik ze. Ja, en dan ga ik ze. En dan ga ik ze. Ga ik denken, oké. Denk even, alleen als je je film ziet, denk alleen even, dat is mijn film. Voor de rest helemaal niks. Dan ga je alleen maar dit, zonder die kaarten te kijken, je hoeft die kaarten zelf niet te zien. En aan het laatst zeg je dan: heb je jouw film gezien? Ja. En dan weet je exact de film. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dat is eigenlijk de originele versie. Ik heb dit gaat dan naar toeschouwer 2. Ik heb er zelf handig vond. Dit kan eventueel naar toeschouwer 2. Ja. Die mag dan ook een kaart, de kaart bekijken en schudden, denk ik. En dan kun je ook achterhalen welke kaart dus dan kun je inderdaad nog meer doen. Dus, sorry daarvoor. Een beetje rommelig. Maar je hebt meerdere manieren om dit te doen. Als ik kijk even de trailer. Maar dat is een super leuke truc. Dat zie je ook, ja. Dus Cinemental met kleine aanvulling. Ja. Oké. Okay. Ik heb hier nog wat leuks van. Ja. Ik heb hier een kokertje. Zal ik even openpakken. Ja, ze dus ik hier eigenlijk opgerold. Ja. Zal ik even dichtmaken. En ik heb hier nog wat meegegeven. Drie lintjes van. Oh, ik kan de flesjes maken. Van mijn haven. Ja, ik zal ietsjes langer laten groeien. Kijk, als ik dat lintje pak en ik duw hem hierboven in de koker.
Zo. Kijk. That's magic. Pak ook nog een geel lintje. Zo. En dan pakken we het derde lintje. Hop. Kijk. En dan zagen we de magische toverspuk René. Dat is bijna carnaval, wat zagen ze dan? Ik zou een hele korte pakken, Alaaf. Alaaf. Wij zouden zeggen, en wel is de dreeklap. Oh, kijk, die komt dan aan deze kant uit, zie ik. En dan kun je de koker ook helemaal liggen laten zien. Dat had alleen groene moeten zijn dan, even kan. Ja, eigenlijk wel. Herinner me ook niet. Oké. Okay. Super leuk, super makkelijk. Ja, Miracle Production Tube. Kijk, wij leren het nu met lintjes die aan elkaar geknopt worden. Waarom doen we met lintjes nu? Omdat die lintjes erbij zitten. Dus zo is het terug als je hem koopt. Mm-hmm. Maar je kan er ook doekjes in stoppen die laat verdwijnen. Je kan doekjes erin stoppen die aan elkaar geknopt zitten. Je kan er een rode doek in stoppen, wordt een witte doek. Je kunt dingen laten verdwijnen of laten verschijnen. Ja. Super gemakkelijk en met een super goede prijs. €12,50. Ja, ik hou van dat soort dingen. Wat gewoon niet duur is en waar je eigenlijk een leuk effect hebt. Maar een beetje multifunctioneel ook. En het is... Wat is het? Het is geen papier. Ja, dus volgens mij is het wel papier, maar wel een soort... Met een glanslaagje erop. Oké. Okay. Ja, het is in ieder geval iets wat toch wel langer wat meegaat dan Ja, ik ben even spiek hier, want ik ben even een beetje afgeleid. Want we hadden net over films. Ik zie eigenlijk gewoon nog iets liggen hier. Frozen. Oh, dat is een hele mooie film. Elsa. Oké. In samenwerking met Disney is dit boek uitgebracht. Wat zit er in het boek? In het boek zitten allemaal bomen. Een bos, zeg maar. Volgens mij, ik dacht dat het een stormer was. Was dat niet die storm van de afgelopen week? Ja, dat zou kunnen. Even voor het idee. Bovenaan, beneden, maakt het niet uit wat je doet. Maar als je wil, kun je alle karakters uit de film Frozen laten verschijnen. En is het boek vol met alle karakters uit de film. Niet te geloven, het boek zit helemaal vol met alle karakters uit de film. Natuurlijk kun je sneeuwvlokjes gooien voordat je het laat veranderen. Of weet ik wat voor toverspreuk. Pak stenen kan ook. Het is het Disney Frozen 2 Magic Book. Ja, erg leuk. Ja, en bij ons te verkrijgen uiteraard. Je zult het niet makkelijk ergens anders vinden. Voor de prijs ook wederom van €12,50. Ik zie al twee effecten voor €25. Superleuk. En je kent en de show. En dan heb je hem nog voor de gek gehouden ook nog. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, moet even, ja. Ja, zeer leuk gemaakt. Daarom zeg ik dat even die extra dingetje dat zegt. Dus zal ik je straks even laten zien. Ja, maar ik denk dat ik hem heb, maar dat is wel slim. Frozen 2 Magic Book. Inclusief een video-instructie online ook met de uitleg. Geldt ook trouwens voor het kokertje met de lintjes. Mm-hmm. We hebben veel dingen tegenwoordig video-uitleg. En met die is dat ook het geval. Nou, ik heb niet meer veel liggen. Ik heb hier nog wel wat liggen. Kijk, ik ken een schilder die had altijd een hekel aan bukken. Dus dan deed hij altijd zo. Kijk, en ik kon niet zo. Ik kon dan zo onder zo langs de muur schilderen. Dat is echt waar. Maar soms moest ik wat hoger schilderen. En dan dacht ik, weet je wat, ik maak er nog een kwast aan. Dan gaat het dubbel zo snel. Apart verhaal, maar goed, wat grappig, ja. Maakt niet uit, maar maak er maar iets van. Ja. Wacht, mag ik ook even? Jazeker, mag dan. Trek er maar aan. Kijk, aan een andere. Opletten, anders normaal zitten je vingers dan onder de verf. Maar ik heb hier een mesje, René. In principe mag jij dat ook doen. Dan mag je het mesje even vasthouden. En dan... Ja, kijk. Ja, wegdruk. Stukje, stukje. Ja, maar de schilder dat daarmee neemt, dat weet ik even niet. Ja. Maar dat is niet echt een truc, dat is gewoon het slopen van een verfkwast eigenlijk. Zou ik zeggen. Nou, toen kon die schilder niks meer. Ja. Ik heb even geen goed verhaal erbij, maar voor het idee. De schilder die klemde in zijn vingers, het was ook goed gelagen. De schilder deed hij erbij. En dan kon hij s'avonds weer naar huis. Kon hij thuis de kwasten schoonmaken en een emmertje water. Kijk, toen hoefde hij ook niet voor te bukken. En dan had hij weer een supersonische kwast. Grappig zeg. Ja, we waren al bezig met leuke dingetjes die niet duur zijn. En we gaan nog even verder. Ja, en mijn hoofd, €7,50 dag. €7,50. De Amazing Self-Healing String. Ja. En met string bedoelen we een touwtje.
Niet dat je denkt dat wij andere gekke dingen hebben gestuurd. We hebben ook leuke trucs voor. Ja, dat is weer iets anders. Ook met video-instructie online. Dus kan weinig fout gaan. Je hebt nog iets, ja, dat is ook zo. Raven. Het is een truc, een oude truc eigenlijk. Die hebben ze nu weer opnieuw uitgebracht, zo moet ik het zien, hè? Ja, nou, kleine jongen. Als een kleine jongen was ik ooit toen ik de goochelaar van Heinz Mente. En volgens mij was het een Noordwijkerhout, als ik het heel goed zeg. Sorry Heinz, als ik het niet goed zeg. En daar had Heinz een stand en er stond een televisie. En die draaide televisie nog, hè, zo'n ding, groot ding. En die draaide de hele tijd een videoband met de demonstratie van The Raven. Weet je, continu die film. En ik heb staan kijken, en denk, dit kan gewoon niet, het kan niet. En ik werd verder gelopen, wat gegeten, kwam terug, de video weg, dit kan niet. En op het eind van de dag zei ik, ik wil het ding hebben. Gekocht, ook gebruikt. En het is een van de beste dingen, vind ik, voor het laten we de wijn verschijnen, noem maar op, van het trucje, van muntjes of andere kleine voorwerpen die vrienden zijn met een magneet. Dat zullen we zo noemen, want dat moet dus gewoon belangrijk. En inderdaad, het ding verdween van de markt en het kwam een aantal jaren later weer terug op de markt. Toen kwam er een X2 versie. Ja, keer 2 zeg maar rust. Die werd 2 keer zo groot. En toen verdween hij weer van de markt een paar jaar geleden. En nu, is hij er weer. En ik zeg, wat raar, er zit een heel ander logo op. Er staat ook geen 3.0 bij, hè? Staat ook geen, nee, maar het is gewoon de originele Raven. Maar het stond normaal was het van Chas Pro, van Chuck Leach. Dat had ik vroeger bedacht eigenlijk, uitgebracht. Maar het staat er helemaal niet meer op. En het is nu opnieuw uitgebracht door Penguin Magic. Ik vind het ook een top ding. We hebben ook een vergelijkbaar iets. Dat is de Gecko. Die werkt dan weer met iets anders. Ja. Ja. Maar ja. Ik vind deze sterker. Ja. Ja, het coole van deze is dat je echt... wij stonden toevallig Blackpool. En ik had toen met iemand samen. Ik zeg, hé, daar hadden we toevallig de dag over gehad. Over de Raven. Ik zeg, hé, de Raven ligt, kun je het laten zien? En hij zegt, ja, kijk, liggen handen. Poep. Daar zie je, munt. Munt weg. En dat betekent, hij was er niet op voorbereid op het vroeger. Tuurlijk was hij voorbereid in die mate dat hij de Raven voorbereid bij zich heeft. Want je moet hem even eenmalig, zeg maar, in je kleding bevestigen. Nou, er zijn twee manieren. Of je draagt iets met een lange mouw. Als je geen lange mouw wil dragen, ook geen probleem. Dan draag je iets met een overhemd. Ja. Dat zijn de twee dingen. Overhemd of lange mouw. T-shirt gaat niet. T-shirt met lange mouw wel, maar t-shirt met korte mouw gaat niet. Dus het is één van de twee. Fantastisch. Eigenlijk super simpel, maar het is geniaal. Dus als je een goede investering wil doen en mensen wil verbluffen. Ja, dus niet alleen verdwijnen verschijnen, je kan ook dingen verwisselen. Ja, je kan een klein muntje, een groot muntje, bangmet en een muntje, van alles. Ja, ja, ja. Ja, we gaan het doosje niet openmaken, want dan zie je het geheim. Ja, ik was heel blij dat het ding weer opnieuw leverbaar was. Want zonde dat hij er een tijdje niet was. Dit is de enige originele, laten we het er even ook bij zeggen. Dus geen Chinees dingetje, want die zijn er ook. Dit is de echte. 43,95. De Raven, ja. Ook weer met online video instructies. Allemaal geüpdate. Dat is allemaal wat moderner. Zeer cool. Dan hebben we nog iets totaal anders. Het is een soort van drukmachine met drukroller, zeg maar. Je kan daar bijvoorbeeld een biljet in stoppen zo. Zie je? Dan kun je dat er zo doorheen laten rollen. Zie je? Dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Zoals je ziet, zie. Dat is op zich ook logisch. Maar wat nou als je het ding aanzet? Zo, klik, zet je hem aan. Zie je? En dan doe je dat doorheen. Zie je? En dan wordt het gewoon €10. Zie je? Kan ook. Dat is ook grappig. Of je doet €10 erdoorheen. Moet je weer klikken hier dan? Hè? Ja, dan zet je hem daarop. Dan maak je daar gewoon €20 van. Bizar, heel erg grappig. En dan kun je van €10 €20 maken. Zo, we moesten even knippen, want er stonden een aantal klanten aan de deur. We zijn net over de winkels net open gegaan, zeg maar. Waar we het laat met opnemen. Dus die moesten we even binnen laten. Maar je had dus gezien dat van blanco papier werd €10 gemaakt en €20. Nou, met deze machine, die volledig elektronisch werkt, zoals je ziet, kun je eigenlijk van alles. Je kan papier printen tot een voorspelling. Je kan bangbetten veranderen van de een in de andere. Je kunt in principe nog een hoekje afscheuren als je zou willen. Hoekje erdoor en naar het biljet en dan nog maakt. Ja. Van wit geld naar zwart, groen en zwart biljet. Ja. Wat je wil. Je kan alles wat plat is op een papier kun je in principe laten veranderen in iets anders. Je kunt er eigenlijk gewoon een schedder van maken. Fantastisch. Ja, zou ook kunnen. Je kan een biljet voor €20 en dan gaat hij erin en dan komt er dan een schedder uit en dan denk je Dit is gemaakt van, ik zal even
Ja, dat klinkt niet stom, maar het is echt staal. Het lijkt geen aluminium, het is een roestvrij staal. Een degelijke motor erin. Ja. Oplaadbaar via USB. Fantastisch ding. De Wishprint heet het. Oftewel, jij wenst het en hij print het. Voor de prijs van €125. In een mooie doos met oplaad adapter. We doen er een Nederlandse opzetstuk bij. Ja, ook een gaaf ding. Dus gaan we daar de hele dag gaan we geld printen. Ja, als wij niks doen, dan bedoel dit. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van update 114. We wensen iedereen die carnaval, of bij ons heet het vastelovend vieren, een hele fijne carnaval toe. We zijn gewoon open met carnaval, hè? Ja, zover ik weet wel. Ja, dus Leon zegt ik ga het ook niet vieren. Ik heb toch niks met carnaval. Daarom. Daarom. Mag het hele jaar door gek doen, dus hoef ik de ene dag ook niet... Dus ja, de winkel is gewoon open vanaf dinsdag ook weer. Dus zaterdag ook gewoon, met dinsdag, woensdag, donderdag ook gewoon open. Dus als je wil langskomen, ben je van harte welkom. Of als je online wil bestellen, mag dat ook. Want zoals je op de website kunt zien, blijven er maar leuke nieuwe dingen bijkomen. En er staan er nog enkele op het programma. Dus voor nu, de groetjes. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Update 115. Doei. Doei.